Voordat ik effectief ga vertrekken, ga ik nog snel eventjes alle knopjes overlopen en zie dat mijn zit- en stuurhouding zeker in orde is. Oké, Judith, overloop nog maar eens alles. Kan je nog alles bedienen en weet je voor wat dat dient? Probeer dat eens een keer uit. Oké, mijn pinkers, ja. Rechts en links. Ja, perfect. Mijn lampen. Lichten aanzetten, ja. Oh, ja. Oké. Okay. Kan je ook het mislicht aanzetten bijvoorbeeld? Dat is die grote knop, hè? Ja, indrukken. Inderdaad. Oké. Okay. Oké, ook heel goed. Dan mijn vier pinkers. Ja. Zo. Perfect. Wat nog allemaal? Mijn ruitenwissers. Probeer ook maar eens. Een beetje droog. Ja, dat is ook nuttig, hè. Oké. Wat nog? Mijn toeter. Doe maar eens. Met een klakson. Met een klakson. Yes. Goed. Ja, okay. Dat is al goed. Ja. Wat nog? Stel dat het regent of het is wat koud buiten en dan raken de ramen aangedampt. Hoe heet dat nu weer? Hoe dat jij het wilt. Wat doet het? Zorg dat je ramen ontdampen. Ja, is het juiste inderdaad. Woord? Dat een damp van de ramen wegraakt. Dus, en degene die juist hebt ingeduwd, dat was voor de vooruit. En hoe doe je het voor de achteruit? Ja. Perfect. Oké. Dat ziet er allemaal heel goed uit. Ik denk dat dat wel vlot gaat lukken. Mm-hmm. Wat kun je op je dashboard nog zien voordat je vertrekt? Dat mijn handrem op staat. De handrem staat op. Qua meters, overloop nog eens van links naar rechts. Welke metertjes dat je kan zien? Oké. Toeren per minuut. Ja. Mijn brandstof. Ja. De temperatuur van mijn motor. Perfect. En mijn snelheid. Ja. En in het midden van uw dashboard geeft hij wat nog aan? De bandenspanning. Ja. En die ziet er ook goed uit. Die zijn allemaal hetzelfde. Dus dat is perfect. Oké. Zo. Dat ken ik dus allemaal al. Dus ik ben klaar voor het volgende.